Goedendag. Het is momenteel vrij zacht in de Alpen. Maar toch was het de afgelopen twee dagen een stukje frisser. Zo viel er boven de 1500 meter zomaar weer eens wat sneeuw. En was het beeld best wel goed. Ook de pistes waren echt wel wat beter. Maar onder de 1500 meter is het nog altijd wel behelpen hoor. Het is veelal groen op dit moment. En ja, dan is het allemaal niet echt heel vrij. Zo op het eerste gezicht. En voorlopig gaat het waarschijnlijk weinig aan veranderen. Want. Als we de temperatuur op 1500 meter hoogte bekijken, dan zien we al dat vanuit het westen weer nieuwe, zachte lucht de Alpen bereikt. Sterker nog, het wordt echt flink warm. Met morgen en ook vrijdag temperaturen die richting de 10 graden gaan op 1500 meter hoogte. Pas tijdens het weekend wordt het weer iets frisser. Maar de temperatuur komt in de Alpen eigenlijk maar moeizaam onder de 0 graden uit. Het blijft met die stroming vanuit het westen gewoon relatief zacht. Toch zien we dat tijdens het weekend en ook maandag, als de storingen over de Alpen heen trekken, het toch ook zeker vanaf een metertje of 1400 er af en toe wat sneeuw valt. Maar het zijn geen grote hoeveelheden en die sneeuw wordt vaak weer opgevolgd door zachte lucht. Zoals medio volgende week toch weer die hogere temperaturen met weer wat die groene kleuren waar de temperatuur dus boven de 0 graden ligt. Van echt winterweer is dus voorlopig onder de 1400 meter. Echt geen sprake. En dat is toch wel een hoogte waar de meest populaire skigebieden liggen. Als we dan ook nog kijken naar de neerslag, dan zien we dat na de neerslag die op woensdag nog de Alpen aan de noordkant bereikte, het toch een tweetal dagen droog blijft met dus die zuidwestenwind, die ervoor zorgt dat het dus flink warm wordt. In de dalen zou het zomaar 15 of lokaal 18 graden kunnen worden. Zaterdag trekt een zwakke storing over het noorden van de Alpen. Maar ja, het is allemaal niet veel. Pas zondag, in de loop van zondag, zien we een pluk met actievere neerslag over de Noord kan trekken, over vooral Zwitserland en Oostenrijk. Maar daar is het veelal dus pas sneeuw vanaf 1400 meter hoogte. Sterker nog, ik denk dat het op sommige plaatsen pas sneeuwt vanaf 1600 meter hoogte. En ja, dat is toch wel vrij hoog. Dus het is alleen maar op de gletsjergebieden en de kiegebieden die boven de 2000 meter beginnen sneeuw. Later volgende week zien we ook dat een hoge drukgebied het waarschijnlijk weer overneemt. En dat het allemaal weer wat droger en stabieler wordt. Als we nog iets meer in detail kijken naar de komende twee tot drie dagen. Dan zien we een uitgestrekt hoge drukgebied boven de Alpen liggen. Duwt die storing dus verder naar het noorden en westen weg. En zorgt dus voor de aanvoer van hele zachte lucht. Pas zaterdag trekt dus een zwakke storing over Oostenrijk heen. Maar u ziet het, die storing zorgt eigenlijk amper voor nieuwe sneeuw. Er blijven amper, ja... Roze en ja, die sneeuwkleuren blijven dus amper achter. Pas in de loop van zondag zien we een pluk met actievere neerslag in de Alpen benaderen. En dat is dus die sneeuwval waar ik het over had na het weekend. Ja, het is allemaal niet veel en de sneeuwvalgrens zal dus aan de hoge kant liggen. Kortom, het is dus flink warm in de Alpen. Vooral donderdag en vrijdag temperaturen op 1500 meter hoogte van zo'n 10 graden. En in de dalen zou het dan zomaar eens 15 tot lokaal 18 graden kunnen worden... Het weekend en ook zeker de eerste dagen na het weekend verlopen, het dus toch best wel wisselvallig. Met vooral in de Oostenrijkse Alpen en later ook de Zwitser Zwitserse Alpen sneeuwval boven die 1400 meter hoogte. Maar dat is niet overal het geval. En na het weekend blijft het dus voorlopig aan de zachte kant en is van echt winter weer geen sprake. Kortom, de pistes blijven dus wel vrij zacht. En het advies is dus ook om vroeg de piste op te gaan, want het kan snel wel eens wat minder zijn op de piste. Ik wens u al met al toch een hele fijne voorjaarsvakantie en tot de volgende keer.